Een van de grootste successen en projecten van de Rotterdamse haven was het graven van de nieuwe waterweg. Wat mogelijk maakte dat Rotterdam bereikbaar was voor zeeschepen. En vandaag is de aftrap van de verdieping van de nieuwe waterweg. Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, omdat de nieuwe waterweg cruciaal is voor onze concurrentiepositie van Nederland en de haven dus. De nieuwe waterweg bestaat weliswaar 152 jaar, maar klaar is het nooit. Zeeschepen worden steeds groter. We hebben een steeds grotere diepgang nodig en het is belangrijk dat wat grotere zeeschepen ook het bottleneckgebied goed kunnen bereiken. Goed voor de haven van Rotterdam, dus goed voor de BV Nederland. Dank u wel. Het project is over 6 maanden klaar, dan is de waterweg verdiept en de bottleneckhaven. Behalve een drempel, dat is nog waar kabels en leidingen verlegd moeten worden. En die zijn naar verwachting september 2019, is daar de waterweg verdiept. Het is de Rijn Delta, dat is een sleepoppenzuiger die in dienst werkt van het havenbedrijf en Rijkswaterstaat samen. Steven. De schip gaat baggeren in de haven van Rotterdam, in de waterweg. Er zitten 2 zuigbuizen aan de zijkant van het schip, die gaan naar de bodem toe. En die maken in wezen de bodem, zuigen ze los en dan zuigen ze op. En dat komt in het schip terecht en dan varen ze naar zee toe. Dagelijks varen er dit soort schepen om die vaarweg op diepte te houden. En nu moet je alleen nog een stukje dieper. Het baggeren kan beginnen, maar er is meer. Want vanaf vandaag is er een tentoonstelling te bezichtigen in Futureland, genaamd Van Diepe naar Diep. Wil jij nou meer weten over deze tentoonstelling? Neem dan een kijkje op www.futureland.nl en daar vind je alle informatie over de tentoonstelling.